Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 6.3, voedselproductie. In de afgelopen video's hebben we gekeken naar ecosystemen en gezien dat binnen een ecosysteem alle organismen elkaar, maar ook de abiotische factoren beïnvloeden. We hebben daarnaast gezien dat veel stoffen binnen een ecosysteem een kringloop doorlopen, waardoor een ecosysteem in evenwicht blijft. In deze video kijken we naar de rol van de mens binnen het ecosysteem en leggen we de focus op de landbouw. Hoe is de landbouw in de laatste 2 eeuwen veranderd en welke consequenties heeft dat voor onze omgeving? Aan het eind van deze video kun je uitleggen hoe de landbouw veranderd is om de opbrengst te optimaliseren en kun je de gangbare methode daarvoor beschrijven. Je kunt bovendien uitleggen wat de verschillen zijn tussen biologische en gangbare landbouwproductie. Daarnaast snap je wat eutrofiëring is, waardoor het veroorzaakt wordt en waarom dit een probleem is. De wereldbevolking is de laatste 200 jaar exponentieel gegroeid. Doordat de hygiënische omstandigheden verbeterden, de transportmogelijkheden groeiden en de medische zorg een sprong maakte, gingen de sterftecijfers omlaag. Veel meer kinderen overleefden hun kindertijd, waardoor ze voor nageslacht konden zorgen. Ziekten en epidemieën werden ingedampt en bij voedseltekort in één regio kon een overschot uit een andere regio gemakkelijk getransporteerd worden. Mensen overleefden gewoonweg langer en kregen daardoor ook meer kinderen. Maar al die monden moesten natuurlijk ook gevoed worden. Daarnaast nam de industrialisatie een enorme vlucht, waardoor steeds minder mensen zelf hun voedsel verbouwden. In de stad was daar geen plek voor en bovendien hadden werknemers daar geen tijd meer voor. De kleinschalige landbouw schoot tekort om al die monden te kunnen vullen. Om de enorme vraag naar voedsel bij te kunnen benen, moest de landbouw veranderen. De productie moest omhoog. Nou, de productie van voedsel wordt door een drietal factoren beperkt. Voedingsstoffen in de grond, ziekte en plagen en de natuurlijke eigenschappen van de gewassen vormen elk op zichzelf staand een beperking. Bij een tekort aan voedingsstoffen zal de groei van de plant beperkt worden en daarmee zal dus ook de opbrengst van de oogst omlaag gaan. Ziekte en plagen in een gewas beperken ook de productie, planten sterven af. Maar ook wanneer er geen ziekten zijn en wanneer er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn, heeft een plant een maximale capaciteit. De kenmerken van de plant, dus hoeveel vruchten of groenten een plant kan produceren, maar ook de omvang en de voedingswaarde van de gewassen ligt opgeslagen in het DNA van de plant. We hebben gezien dat in een natuurlijke situatie planten mineralen uit de grond opnemen. En dat ze deze mineralen gebruiken om te groeien en dat uiteindelijk de restmaterialen, dus denk aan de gestorven planten maar ook onverteerde resten, door de bodem opgenomen worden. Daar worden ze door reducenten en detrivoren weer afgebroken tot anorganische moleculen, die door nieuwe planten dus weer opgenomen kunnen worden, waardoor ze groeien. In een woud of een natuurgebied voltrekt dit proces zich vanzelf. Maar op de landbouwgrond grijpt de mens in. Nog steeds nemen planten mineralen op uit de grond om te groeien en nemen dan nog meer mineralen op. Maar uiteindelijk worden de plantenresten verwijderd. De mineralen die in de restmaterialen aanwezig zijn, worden dus uit het ecosysteem verwijderd. Bovendien vindt er uitspoeling plaats. Door regen of door overmatige bewatering van de grond worden de mineralen die oplossen in water naar diepere grondlagen verplaatst. Hierdoor verarmt de bovenste laag van de landbouwgrond. Er zijn dan minder mineralen beschikbaar voor nieuwe gewassen. Zo'n tekort aan mineralen beperkt de groei van de planten, waardoor er minder opbrengst is. De planten blijven dan achter in de groei. Boeren zullen hierop ingrijpen door meststoffen toe te voegen. Dat kan stalmest of kunstmest zijn en daarmee wordt de grond weer verrijkt en zullen planten niet beperkt worden in hun groei. De verarming van de grond wordt veroorzaakt doordat mineralen uit de kringloop gehaald worden, maar ook doordat boeren tegenwoordig een monocultuur verbouwen. Dat betekent dat ze grote velden met maar één soort gewas verbouwen. En dat is heel makkelijk, want dan kun je op grote stukken grond hetzelfde doen. Tijdens het verbouwen, maar ook tijdens het oogsten. En dat scheelt tijd. Maar al diezelfde planten gebruiken dus ook allemaal dezelfde materialen, dezelfde mineralen, waardoor de specifieke voorraad mineralen snel op is. En er is nog een nadeel aan een monocultuur.
Op het moment dat er een ziekte, een bacterie of een virus of een plaag, als in de vorm van ongedierte, opduikt, dan kan een oogstjaar in één keer compleet mislukken. We hebben dat al gezien bij ecosystemen met een lage biodiversiteit. Daar hoeft maar iets fout te gaan en het hele systeem stort in elkaar. Bij het verbouwen van monocultuur is dat eigenlijk ook zo. Ziekten en plagen zijn vaak plantspecifiek. Dus duikt er iets op, dan verspreidt zich dat snel door een monocultuur. Alle omstandigheden voor een plaag of een ziekte zijn optimaal. Boeren houden hun gewassen daarom goed in de gaten en proberen ziekten en plagen zo effectief mogelijk te bestrijden. Ziekten en plagen kunnen chemisch bestreden worden met pesticiden. Herbiciden worden gebruikt om onkruid te verdelgen en insecticiden bestrijden insecten. Pesticiden kunnen soortspecifiek of niet soortspecifiek zijn. Wanneer een pesticide niet soortspecifiek is, dan gaan verschillende organismen dood, ook diegenen die mogelijk voordelig zijn, dus dat wil je eigenlijk niet. Een ander probleem heeft te maken met resistentie. Wanneer er in een plaag individuen zijn die resistent zijn voor een insecticide, dan zul je dus op een gegeven moment een populatie insecten overhouden die resistent is. Dan moet er dus weer een nieuw bestrijdingsmiddel gevonden worden of moet de concentratie omhoog. Maar een hogere concentratie van pesticiden wil je liever niet, want veel chemische pesticiden zijn persistent. Dat betekent dat ze niet of nauwelijks afgebroken worden. Deze stoffen bewegen zich dus ongelimiteerd door een voedselketen heen. En omdat de gifstof niet afgebroken wordt, neemt de relatieve hoeveelheid toe met elk trofisch niveau. 30 gram gif op 100 kilo planten is niet zoveel, maar 30 gram gif op 1,5 kilo slechtvalk kan dodelijk zijn. Omdat stoffen in de bodem ook uitspoelen naar diepere bodemlagen en uiteindelijk naar het grondwater, komen deze pesticiden uiteindelijk ook in ons eigen drinkwater terecht. Een alternatief is om dan gebruik te maken van een biologisch afbreekbaar pesticide. Deze worden door bodembacteriën afgebroken en verdwijnen daardoor snel uit een ecosysteem. Plagen kunnen behalve met pesticiden ook biologisch of mechanisch bestreden worden. In die gevallen worden bijvoorbeeld natuurlijke vijanden in het ecosysteem geïntroduceerd. Dit kunnen sluipwespen zijn, maar bijvoorbeeld ook lieve heersbeestjes. Ziekten kunnen voorkomen worden door regelmatig vruchtwisseling toe te passen. Dit wordt ook wel wisselteelt genoemd. Er wordt dan nooit langer dan 2 jaar hetzelfde gewas op een stuk grond verbouwd. En omdat veel gewasziekten plantspecifiek zijn, verdwijnt een ziekte op het moment dat er een ander gewas op de grond staat. En ook de verarming van de grond wordt hiermee vertraagd. Planten zijn bovendien de afgelopen eeuwen veredeld. Dat betekent dat boeren alleen die planten voor de voedselproductie selecteerden die aan hun eisen voldeden. En met die geweldige moederplanten, maar ook met dieren, werd dan gefokt of gekweekt. Een soort man-made survival of the fittest. Microevolutie in een versnelde vorm. Dat is iets wat we al sinds mensenheugenis doen. En hierdoor hebben gewassen, maar ook dieren, een radicale verandering ondergaan. Naast een verhoogde productie kunnen door veredeling ook resistente gewassen of zelfs hele nieuwe soorten ontstaan. En sinds de ontdekking van DNA zijn er daarnaast allemaal nieuwe methoden ontstaan, waardoor het DNA van soorten direct aangepast kan worden. Door recombinant DNA in te brengen, kunnen voedingsgewassen resistentie tegen ziekten en plagen verkrijgen. Stukken DNA van andere soorten wordt in het DNA van de originele soort geplakt, waardoor het genetisch profiel aangepast wordt. Deze organismen met aangepast DNA noemen we GMO's, Genetic Modified Organisms. Biologische landbouw en veeteeltbedrijven nemen al deze manieren mee en kiezen, anders dan intensieve landbouw en veeteelt, dus voor alternatieven. Afbeelding 24 op pagina 156 van Biologie voor jou zet alle kenmerken van biologische landbouw op een rijtje. Hierbij proberen ze zoveel mogelijk circulair te werken, dus hun eigen afvalstoffen te hergebruiken. Bovendien maken biologische bedrijven zo min mogelijk gebruik van chemische bestrijding. Nou, we hebben nu vooral gekeken naar de landbouw, maar deze principes spelen natuurlijk ook een rol in de veeteelt. Met nog een extra kanttekening, want vroeger werden beesten naast landbouw gehouden en de mest werd dan uitgereden over het land om verarming van de bodem tegen te gaan.
Tegenwoordig worden er echter steeds grotere veestapels gehouden. Bedrijven met honderden beesten zijn echt geen uitzondering meer. Er ontstaat daardoor een mestoverschot. Er is veel meer mest dan dat er verantwoord uitgereden kan worden. Maar meer voedingsstoffen, dat is toch niet zo'n probleem? Dat is toch alleen maar goed voor de groei van de planten, toch? Nou, dat zou je zeggen, maar zo werkt het niet. Voedingsstoffen in de bodem worden door planten opgenomen. Maar wanneer er veel meer voedingsstoffen aanwezig zijn dan een plant kan opnemen, spoelt een deel van de voedingsstoffen uit naar diepere grondlagen. Dat hebben we al eerder gezien. Dat is voor de plant geen probleem, want die heeft genoeg mineralen om van te groeien. Maar deze mineralen spoelen uiteindelijk uit in het grondwater. Wanneer mineralen via het grondwater uitspoelen, komen deze mineralen uiteindelijk terecht in sloten en meren. Nou, ook in water zijn reducenten aanwezig die de dode resten van planten en dieren afbreken. Dat noemen we het zelfreinigend vermogen van water. De stoffen die vrijkomen bij de afbraak, die worden, ook in water, opnieuw gebruikt voor de groei van planten en dieren. In een gezond ecosysteem is de productie van organische stoffen in evenwicht met de afbraak. De concentratie voedingsstoffen neemt echter toe wanneer er uitspoeling plaatsvindt. Het water is dan eutroof. Het proces waarbij voedingsstoffen uitspoelen naar het grondwater en terechtkomen in het oppervlaktewater noemen we dan ook eutrofiëring. Hierdoor kunnen waterplanten groeien. Ze worden niet langer beperkt. Doordat planten en algen zich snel door de hoeveelheid voedingsstoffen vermeerderen, ontstaat er waterbloei. De hoeveelheid algen neemt toe, waardoor er minder zonlicht doordringt in de diepe waterlagen. De bodemplanten hebben zonlicht nodig voor fotosynthese, maar doordat dat ontbreekt, sterven ze af. Er is uiteindelijk veel organisch afval van afgestorven planten. In de aanwezigheid van organisch afval neemt de hoeveelheid reducenten exponentieel toe. Omdat reducenten voor de afbraak van organisch afval veel zuurstof gebruiken, neemt de concentratie zuurstof af. Hierdoor sterven in hoog tempo nog meer waterplanten, waardoor de reducenten nog meer in omvang toenemen en het probleem alleen maar groter wordt. Uiteindelijk is het zuurstofgehalte in het water zo laag dat leven in de sloot niet meer mogelijk is. Mest kan dus niet ongelimiteerd worden uitgereden, omdat door uitspoeling en afspoeling het oppervlaktewater voorzien wordt van te veel voedingsstoffen. Boeren moeten dus rekening houden met de hoeveelheid kunstmest of stalmest die ze toevoegen aan de bodem. Wat leuk dat je hebt gekeken! Wil je nog meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!